with all of our diplomas. In Dutch we say, not in diploma. Father, we ask you today to bless her. Yes. To bless her, to open doors for her, especially her now praying to you. Father, I pardon that we are sick and father, so that they can give in your koninkrijk. We weten dat zij nu geeft voor het weinige dat ze heeft. Maar wij als gemeente, die kerels en die church, bidden voor haar. Samen. In de geest. In church we pray towards you today, Father, that you bless. You bless our sisters, so that somebody can ask for her. Give her a job, so that she can start better living. But not for that, Father. By loving you, om u meer lief te hebben. En meer ontzag voor u te hebben, omdat u de goede giever bent. En dat u haar een favor bewijst, een speciale genade bewijst. Dat zij mag ontvangen vandaag, in Jezus' naam. Een werk in de naaste toekomst, in Jezus' naam. En iedereen zegt, amen. Dank u wel. Onze harten vol van liefde zijn ontroerd en blij dat zij vandaag in ons midden is. Maar van Vader, wij verlangen zoals u dat verlangen in onze harten hebt gezegd. U zegt, ga hier en breng het evangelie aan alle volkeren en ieder. En onderwijs hen mee te dienen, te eren, te loven en te prijzen. Zo leggen wij haar de handen op, Vader. Ik ken haar. Ik ken alles van haar. En u weet wie zij is. En vandaag willen we een zaad planten, Vader. Dat er geen dwang is. Niemand kan haar brengen mee te dienen, maar we buiten haar zelf komen. Dat zaad planten, mijn Vader, in haar. Dat zij mag groeien in dat zaad, mag groeien in haar. Dat zij de verlangen zal hebben, nooit meer andere dingen te zoeken in de wereld die niet nodig zijn. Maar dat u er kan leiden in de goede dingen en dat zij succesvol mag zijn. Zo zegenen we haar vandaag in de naam van Jezus. En we zetten haar onder toevloed, zodat geen enkele duivelse satanische macht invloed op haar kan hebben wanneer zij de keuze maakt uit vrije wil. Zo zien wij haar in Jezus' naam. En zegt, wij onderschatten niemand. En u respecteert een ieder. Zo, Vader, laat hem niet voelen dat hij minder is. Maar geef hem wijsheid vanuit uw handen, kennis vanuit uw handen naar zijn hart toe. Dat hij leert dat hij een uitzondering is in uw ogen. Zodat hij kan begrijpen dat een ieder mens speciaal in uw ogen is. Vader, dan vraag mij hem op dat pad te brengen, zodat hij u mag loven, prijzen en eren en aanbidden. En de naam van Jezus op zijn lippen kan nemen met overtuiging dat u hem leidt. Zo zien we hem vandaag. Dat hij begrip kan hebben over uw zaken. In Jezus' naam. En iedereen zegt, maar wij vragen u hem de overwinning te geven. Wij vragen u dat u persoonlijk tot hem praat. Zijn geest aanraakt. Halleluja. Zijn emoties aanraakt. Vader, wij verlossen hem van de achtervolging van dingen van het verleden. En wij breken elke macht van verkeerde opvoeding. Dat hij verlost wordt van verkeerde opvoeding.
en dat hij kan leren om beslissingen te nemen voor zichzelf. En wederom hier zal staan met de zekerheid dat hij hem kracht gegeven heeft. Om hetgeen te overwinnen dat hem hindert. En wij spreken niet alleen maar leven uit voor hen die ziek zijn lichamelijk. Wij spreken ook de overwinning uit voor hen die ziek zijn geestelijk. Ziek gemaakt door het kwaad van deze wereld. Vanuit de hebzucht van mensen die geld verdienen op mensenlevens. Zo verlossen wij hem vandaag, Vader. In uw naam. En zetten hem onder uw bloed. Dat reinigt. Dat vergeeft. En dat overwint. In Jezus' naam. Amen. That we can enjoy life even of on old age, can enjoy life with you. That he can see his family, grandchildren, his loved ones. Hallelujah. With Father, we grant them with your favor that he can see you so that he can bless other people with you, so that he can honor you and have great respect for you. And can be a guidance for people around you. So we bless him today, Father, in Jesus' name. Amen. And grateful. And we shall always be grateful. Because God, you are good. So also today, we send them home with your blessing. Not only for themselves, but that they can speak to others, bless others, call others to come near you. So we bless them today. In the great name of Jesus. Amen. Amen. Zijn familie zal het zien. Zijn familie zal de verandering zien. Zijn familie zal zijn wijsheid zien. Zijn familie zal zijn kracht zien door u gegeven. Zijn familie zal merken, ook uw woord zegt, Jezus zegt, waar ik ben is duisternis. Vader, dat waar hij zal zijn, ook in duisternis zal zijn. En met de kracht die hem zal geven, met de wijsheid die hem zal zegenen, met de financiën die hem zal zegenen, zal hij het licht brengen naar anderen. De eerste plaats thuis is zijn familie. Dat zij het licht en uw kracht zullen zien, Vader. Zo zien wij hem vandaag in Jezus' naam. You be blessed. May you become a conqueror. Jehovah Sabaoth is saying, I am a conqueror. Wherever I go, the enemy will flee. The enemy, the fans shall wreck for him. Zo zien wij hem vandaag, Sister Dawn. Dat je een gezegende vrouw mag zijn naast jouw man. En dat je, zoals het woord zegt, en wijsheid zal bijdragen als een helper. Zodat jouw deel van dat lichaam samen een groot deel voor elkaar, een vlees zullen zijn. En dat jij een voorbeeld mag zijn voor vrouwen, niet alleen hier, maar overal. Laat God jou leiden en dat je jouw talenten mag gebruiken, onbevreesd. Jouw talenten die jou in jou gegeven heeft. En een van de belangrijkste talenten is, breng het evangelie gratis naar ieder die willen luisteren. Maar ook zij die niet willen luisteren. Wees gezegend vandaag, zuster Dawn. De gemeente vraagt dat samen met mij als geestelijke leider. En je hebt dat zegeningen zullen zijn voor zijn vlees en zijn gemeente. Zo bidden wij vandaag voor de Rokator die 53 jaar levensjaren mag vieren. Mag vieren met uw vader dat u hem gezegend heeft. Maar we zegenen hem dus nogmaals apart. Dat u hem kunt zegenen met een gezond lichaam, met sterke beenderen, maar ook een sterke geest. En dat hij verder mag gaan en getuigen zoals hij laatst gedaan heeft, dat u een grote goede God bent en niemand u kan vervallen, Vader.
in zijn hart en in zijn geest. En dat vragen wij in Jezus' naam. Mijn hart wel, Vader. Mogen zijn benen hem nog kunnen dragen en zijn verstand hem nog kan leiden. Totdat u zegt, het is genoeg. En u hem tot u neemt. Want wij zien in hem een dienaar van uw Vader. En hij is elke zondag hier. Zo zegen wij hem in Jezus' naam. En Peter zegt,